De genomineerden met de meeste stemmen, de drie genomineerden met de meeste stemmen, die zitten hier nu voor ons in de zaal. Goedenavond. Licht erop, welkom in de single. Ik zie vrolijke gezichten, maar misschien ook nog een klein beetje spanning, want ja, één kan maar de winnaar zijn. Ik zal ze nog heel even in spanning moeten houden. We zullen eerst even de drie genomineerden met de meeste stemmen overlopen in willekeurige volgorde op dit moment. De allereerste genomineerde, dat is het productiehuis Vierhoog. Maken al 25 jaar theater. Vierhoog, dat is verbeelding, verstilling, verwondering, verrijking, verankering en soms ook een beetje verontrusting. En dat mag wel eens. Hè. Via theater voor iedereen, maar nog het allermeest voor de kleinste onder ons, want Vierhoog maakt theater voor kleuters. Ja, nu kort op drie van die kleuters, dan gaan we daar veel zien. Onze tweede genomineerde trok voor de zevendelige documentaire reeks Tegenwind naar Andalusië. Dat leverde dus prachtige beelden op, een kader voor gesprekken met mensen die tijdens de COVID-pandemie omwille van hun omstreden mening in opspraak kwamen. Derde genomineerde, dat is Kadir Nadiri. Kadir is 42 en heeft eigenlijk een hele leven in oorlog doorgebracht. Hij kwam na een vlucht uit Afghanistan in ons land terecht, schreef samen met Leo Bormans het boek De Knikkers van Kadiri, waar Stefan Perceval vervolgens ook een theatervoorstelling van maakte. Hij is genomineerd als persoon, schrijver, verteller, acteur, vader op de vlucht en misschien nog vooral als rolmodel. Voor iedereen die probeert pijn, woede om te zetten in moed en doorzettingsvermogen. Het is een heel uiteenlopend podium, een kleutertheater, een docureeks in het kader van COVID en dan uiteindelijk ook een vader op de vlucht. De drie genomineerden voor de publieksprijs, Sophie, deze en bevat de naam van de winnaar. Ja. We gaan eens kijken wie de meeste stemmen wist te halen, de winnaar van de allereerste Ultima's publieksprijs. Dat is de documentaire reeks Tegenwind. We verwelkomen ze ondertussen op het podium, meneer Sanders, en daarnaast hebben we professor Matthias de Smet. Vertel eens, meneer de Smet, jouw rol in de documentaire, wat is die? Ik heb vooral de psychologische kant van de coronacrisis op een, ja, laat me zeggen, een wat dissonante manier bekeken. Inderdaad. En jij stond in voor ja, de beeldtechnische kwaliteit van de documentaire, waar toch lovend over gesproken werd. Ja. Per toeval heb ik ooit met Thomas voor het toeristisch programma Vlaanderen Vakantieland samengewerkt. Dus beeld is sowieso mijn passie, om dingen mooi in beeld te brengen. En ik heb ook altijd inhoud belangrijk gevonden, dus ik heb deze twee kunnen combineren in deze docureeks. Ik heb het volledig kunnen uitleggen. De samenwerking heeft geleverd, dames en heren. Het was onze allerlaatste Ultima vanavond, maar het is ook de allereerste Ultima publieksprijs. En die gaat naar de documentaire Tegenwind. Even nog een applaus om terug te gaan zitten.